bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik me opmaken met make-up die jullie hebben uitgekozen. Ik heb op mijn Instagram verhaal vragen neergezet en die hebben jullie beantwoord. Ik heb een soort van polls gemaakt en dan kon jij stemmen op welke je wilt. Dus bijvoorbeeld foundation, deze of deze, concealer, deze of deze, poeder, deze of deze. Zo hebben jullie gekozen voor de make-up die jullie willen dat ik opdoe. En natuurlijk de optie met de meeste stemmen wint. En daarmee heb ik mij gewoon moeten opmaken. Dus ben je benieuwd naar al die make-up en hoe ik de look heb gemaakt en wat jullie hebben gekozen? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Maar ik heb geen make-up op, dus we gaan beginnen. En ik ga me dus vandaag opmaken met wat jullie hebben gekozen. Dus let's begin. Ik ga eerst beginnen met de ogen. Voor de ogen had ik de optie de Make-up Revolution 24K Gold Palette of de Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Nou, 66% wilde Make-up Revolution, dus dat gaan we dan ook doen. Ik had het al wel een beetje verwacht, omdat jullie toch vaker neigen naar de meer betaalbare paletjes. Dus ik had het al wel een beetje verwacht. Nou, ik heb het paletje hier. Dit is de I Heart Makeup 24K Gold Palette. Je hebt dus echt heel veel van deze chocolate palettes. En deze heb ik nieuw, nog nooit gebruikt. Deze is te koop bij beauty88.nl, mocht je hem willen aanschaffen. En ik ga hier even een look mee maken. Ik ga denk ik een beetje voor een gouden, groene, bruine make-up look. Oké, whatever. We gaan gewoon beginnen. Ik ga eerst even snel mijn ogen primen. Vandaag gebruik ik de Wet n Wild Photo Focus Eyeshadow Primer. Deze is ook echt heel fijn. En ik breng altijd gewoon een beetje aan op mijn kwast en dan kleur ik het gewoon op mijn oog. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Trouwens, ik doe die altijd gewoon met de NYX Brow Pencil. Ik heb ook geen andere opties, dus vandaar dat ik die niet erbij heb gedaan. En dan ga ik het even snel afpoederen met wat losse poeder. Je kunt hiervoor gewoon elke losse poeder gebruiken. Ik gebruik de W7 Banana Poeder hiervoor. Ik ga vandaag naar de bios, dus jullie bepalen nou hoe ik over straat gaan. Kijk, de kleuren die me echt het meeste aanspreken zijn de gouden kleuren en deze groene kleur. Dus ik wil een soort van een look vinden waarbij ik ze allebei kan gebruiken. Dus ik ga eerst deze kleur en deze kleur mengen en die ga ik gewoon in mijn elkaarboog aanbrengen. Ik breng eerst een wat lichtere kleur aan. Ik ga ze niet mengen trouwens. Ik zei mengen, ik weet niet waarom ik zei mengen. Ik ga ze niet mengen en dan aanbrengen, maar ik ga ze naar elkaar aanbrengen. En dit is dus die lichtste kleur boven. Oh, ik moet zeggen dat hij iets meer paars is dan wat ik dacht. Ik had hem iets meer bruin verwacht, ik weet niet waarom. Maar maakt niet uit, straks gaat toch die bruine kleur eroverheen. Af en toe als je een nieuw paletje voor de eerste keer gebruikt, dan gebeurt er wel eens dingen waarvan je denkt. Zoals dat deze kleur meer paars uitvalt. Maar ja, in het paletje vind ik hem toch meer bruin. Maar ja, maakt niet uit, als je dat dan gewoon weet, dan weet je het voor de volgende keer. Ik breng dit echt aan over mijn hele elkaarboog. We gaan voor een smoky, iets donkerdere make-up look. Oké, nou heb ik die bruine kleur gepakt. Die is wel echt bruin en daarmee ga ik er overheen. Zo, dat is dan klaar. Ik zie er nou heel raar uit, I know. Dan pakken we deze zwarte kleur en die gaan we echt heel veel aanbrengen in de buitenste ooghoek en een beetje naar binnen door blenden. Voor zo'n kleur moet je echt veel blenden, mensen. Ik breng het eerst gewoon zo aan op mijn ooglid en ik druk het er gewoon zo op zodat het heel zwart wordt. En dan breng ik het langzaam naar boven. En dan pak ik met deze kwast ook een heel klein beetje van die zwarte kleur en daarmee ga ik het uitblenden. Heel rustig aan, ik ga niet te wild doen, anders wordt het echt een bende. Ik betrap mezelf echt heel vaak op te wild blenden. Dus dat moet ik niet doen. Gewoon rustig aan. Als je een beetje vastloopt en het wil niet echt meer blenden, pak dan iets meer weer van die kleur om het makkelijker te maken om te blenden. Of je pakt iets van die bruine kleur om het nog mee te blenden. En zo ga ik gewoon door totdat ik het goed genoeg vind. En dit ga ik dan precies zo ook doen bij dit oog. Ik breng weer lekker veel zwart aan. Ik breng het niet te hoog. Ik breng het tot echt mijn elkaarboog. En dan met de fluffy kwast pak ik weer een beetje zwart. En ik ga het gewoon weer uitblenden. En weer rustig aan. Zo, ik vind het nou denk ik wel genoeg. Nou maak ik deze kwast een klein beetje schoon met deze schoonmaaksponsding. En dan pak ik weer deze bruine kleur. En ik pak gewoon een beetje. En daarmee ga ik zo een beetje over de rand om het nog beter uit te blenden allemaal. En dat het allemaal meer ombre hoort. Dit is echt een hele handige truc om makkelijker te blenden. Als je gewoon dit zo er weer overheen doet, lijkt het weer gewoon alsof het helemaal perfect is geblend.
terwijl je misschien niet heel perfect hebt gepland. Dus dit is wel een handig trucje voor jullie. Nou ga ik de halve cut crease maken. Ik pak mijn Catrice concealer. Elke dikke concealer is hiervoor geschikt. En dan ga ik een halve cut crease maken tot iets over de helft. Als je benieuwd bent welke kwast ik allemaal gebruik, dan heb je waarschijnlijk mijn vorige video niet gezien. Dus klik even hierboven, want die gaat over al mijn favoriete kwasten die ik echt elke keer gebruik. Ook weer vandaag. Nou, ik heb de cut crease gemaakt. Die ga ik natuurlijk niet afpoederen, want ik wil juist dat het plakkerig is, zodat de kleuren goed plakken. Ik ben nog steeds in dubio over de kleuren. Ik weet niet of ik die groen wil gebruiken of niet. Ik denk het wel. Laten we gewoon die groen gebruiken op mijn ooglid en dan hier binnen goud doen. Ja, dat ga ik doen. Ik maak mijn kwast weer nat met MAC Fix Plus. Nou, de groene kleur zit er helemaal op. Nu heb ik nog een beetje gepakt van die zwarte oogschaduw. En daarmee ga ik de harde lijn een beetje uitblenden. En de zwarte en de groene kleur een beetje in elkaar blenden. En dit ga ik dan natuurlijk ook gewoon bij deze kant doen. Pak niet te veel van de zwarte kleur. Gewoon een beetje is genoeg. Alleen maar zodat deze twee kleuren mooi in elkaar uitblenden en je niet zo'n harde streep hebt. Ik wil ook nog gouden oogschaduw doen in mijn binnenste ooghoek. Maar ik wil best wel veel aanbrengen en dat wil ik pas doen als ik mijn gezichtsmake-up heb gedaan. Dus voor nu zijn we even klaar met de bovenste gedeelte van mijn oog. Ik vind dit paletje tot nu toe het beste chocolade variant paletje van I Heart Makeup die er is. Ik vind deze echt toppie. Nou is het tijd voor eyeliner. Jullie hebben er ook op eentje gestemd. De opties waren Catrice Liquid Eyeliner of de HEMA Eyeliner Pen. En met 66% heeft Catrice gewonnen. Ik ben daar heel blij mee, want Catrice is mijn favoriete eyeliner ever. Dus die ga ik gebruiken om een wing te maken. Ik vind die van de HEMA trouwens ook gewoon fijn. En we gaan het vandaag best wel dramatisch maken. Eyeliner zit erop, ging echt super makkelijk, want deze is echt zo fijn. Dit is de Catrice Liquid Eyeliner Dating Joe Black, te koop bij de Kruidvat. Hij is super goedkoop, mensen echt, ik raad deze echt aan. Op mascara is ook gestemd, de opties waren Benefit Bad Gel Mascara of de Essence Princess Mascara. Met 63% stemmen heeft de Essence Mascara gewonnen. Dus we zien hier wel een beetje een trend ontstaan. De meer betaalbare dingen vinden mensen vaak leuker. Ik hou zelf ook heel veel van betaalbare dingen. Dus ik heb hier de Essence Lash Princess Mascara. Deze is echt super fijn, dus echt een hele fijne mascara. En na mascara komt nep wimpers, want het zou geen video zijn van mij als ik geen nep wimpers zou opdoen. De opties waren AliExpress nep wimpers of Queen Tarsi. AliExpress heeft gewonnen met 60% van de stemmen. En nog een keer, de betaalbare versie heeft dus weer gewonnen. I love my AliExpress wimpers. Zoek op 3D mink lashes op AliExpress en je vindt altijd prachtige wimpers. Dus die ga ik even pakken. Ik ga deze gebruiken. Deze zijn extreem dramatisch, extreem lang. Er staat alleen niet meer op het doosje welke deze zijn. Maar mensen, als je gewoon zoekt op 3D mink lashes, vind je echt allemaal goeie. Ik klik ook altijd maar wel aan. Dus vandaar dat ik nooit precies weet welke ik heb. Als het nog op het doosje staat, kan ik het altijd nog wel vertellen. Maar vaak gaat het er gewoon best wel snel vanaf. En dan weet ik zelf ook niet meer precies welke het is. Maar ik bestel ook maar gewoon wat. Ik kijk gewoon altijd een beetje en ik klik gewoon op de wimpers die mij mooi lijken. Nou, mijn mega AliExpress wimpers zitten erop. Nou gaan we verder met mijn gezichtsmake-up. We gaan eerst beginnen met de primer. De opties waren de By Kelsha Elixir of Embryo Laser Crème. En met 59% heeft Embryo Laser gewonnen. Dus dan ga ik ook gewoon die opdoen en die is ook echt heel fijn. Ik heb de crème hier. Je kunt die ook kopen bij beauty88.nl. Ik breng altijd gewoon een beetje veel aan op mijn hand en dan smeer ik het gewoon over mijn hele gezicht. Lekker makkelijk. Ik heb al dagcreme aangebracht, by the way. Ik gebruik altijd de Lidl dagcreme en nachtcremes, want die zijn het beste mensen. Volgens mij was het ook getest met allemaal andere dagcremes en nachtcremes. En toen had ik echt gewoon die van de Lidl gewonnen, dus... En ik vind hem ook echt heel fijn, dus ik raad die zeker aan. Dan tijd voor foundation. De opties waren Milani 2-in-1 foundation of de Kiko 2-in-1 foundation. Ik vond het wel leuk om die tegen elkaar te zetten, omdat het allebei 2-in-1 foundations zijn. En met 56% heeft Milani gewonnen. Vind ik wel een beetje jammer. Ik ging eigenlijk voor Kiko, ik vind die zo fijn. Maar ja, Milani heeft gewonnen, dus dan gaan we gewoon die aanbrengen. Ik heb hem hier in de kleur 03 Light Beige. Ik breng wat pompjes aan op de Beauty Blender. En dan stippel ik het gewoon zo op mijn gezicht. Dit is vooral een hele fijne foundation voor de matte huid. Droge huid. Want deze foundation is best wel vettig. Dus als je al een hele vettige huid hebt, ga je deze waarschijnlijk niet zo fijn vinden.
Maar voor een droge huid zoals die ik heb, is deze echt ideaal. Mocht je nog op zoek zijn naar een foundation, maar kom je er niet echt uit en zo, dan heb ik hierboven, kun je even klikken. Ik heb een video gemaakt over foundations, welke het beste bij jou past, bij welke huid. Ook primers, fixing spray, ik heb het allemaal uitgelegd in die video. Dus kijk eerst even deze video af en ga dan naar die video. Want ik kreeg echt zo vaak foundation vragen dat ik gewoon bij mijn eigen dacht van ja, ik kan net zo goed gewoon even een hele video erover maken. Zodat het gewoon voor iedereen duidelijk is. Voor concealer waren de opties Urban Decay All Nighter of Catrice Liquid Camouflage Concealer. Catrice heeft gewonnen met 63%. Dus jullie zijn echt voor Catrice. En die is natuurlijk ook weer heel betaalbaar. Urban Decay is 20 euro. Catrice is like 3, 4 euro of zo. Ik vind deze echt super fijn. Ik heb hem in twee kleuren. Ik heb in de kleur 020 Light Beige en 015 Honey. 015 Honey is mijn kleur. 020 Light Beige is iets te licht, maar deze kleur 015 Honey was er nog niet, die is nieuw. Dus vandaar dat ik ze gewoon allebei heb. Ik ga dus de kleur 015 Honey opdoen. Dit is echt een super fijne, matte, full coverage concealer. Dus ik raad deze zeker aan. Je kunt er gewoon kopen of bestellen bij de Kruidvat. Ik weet dat veel mensen bij de Kruidvat gewoon kopen in de winkels. Maar veel mensen beseffen niet dat je er ook gewoon kunt bestellen. Dus ja, bij deze. En weer uitblenden met mijn beauty blender. Dan is het tijd om te gaan baken. Ik had weer twee opties. Ik had de W7 Banana Dreams en de Beauty Bakery poeder. Ik ben heel blij dat met 59% de W7 poeder heeft gewonnen. Want ik vind die veel fijner. Mensen, ik vind die zo fijn dat ik hem gewoon zo open heb liggen hier op mijn bureau. Omdat ik deze gewoon echt elke dag gebruik. Dus ik ben heel blij dat die is gekozen. En ik breng gewoon lekker veel aan onder mijn oog. Ik breng het ook altijd aan bij mijn kin. Ik breng het gewoon aan overal waar ik die concealer heb gedaan eigenlijk. Als jij een hele vettige huid hebt, kun je dit gewoon even een paar minuten laten zitten en het dan afhalen. Maar ik heb een hele droge huid, dus ik haal het er altijd eigenlijk bijna meteen vanaf. En met het beetje poeder die dan nog op mijn gezicht zit, doe ik de rest van mijn gezicht. Ik ga heel even snel mijn neus contouren. Ik kom zo terug. Aangezien we nou klaar zijn met alle make-up, vooral onder de ogen, kunnen we verder met mijn oogmake-up. Dan pak ik deze zwarte kleur en die ga ik over mijn hele onderste wimperrand aanbrengen. En dit moet je echt uitermate voorzichtig doen. Anders komt er overal zwarte oogschaduw. Daar ben ik ook echt super bang voor. Dus ik heb het echt heel goed afgetikt. Ik ga het gewoon nog extra aftikken. Oké, nou dit is op zich wel goed gegaan. Nou ga ik weer deze groene kleur pakken en die ga ik daar overheen aanbrengen. En met de kwast waar verder niks op zit, ga ik het een beetje smokier maken. Nou pak ik deze bovenste gouden kleur en daarvoor ga ik heel veel aanbrengen in mijn binnenste ooghoek en een beetje naar beneden en een beetje naar boven. Nou, ik vind dat het goud het echt helemaal afmaakt. Ik ga ook even een zwart oogpotloodje in mijn waterlijn doen. Ik gebruik dit zwarte oogpotloodje van Urban Decay, de 24/7 Glide-on Eye Pencil. En dan pak ik weer dezelfde Essence mascara als net en dan doe ik mijn onderwimpers ook. Nou, dan is de ooglook eigenlijk af. Ik vind dat het echt leuk is gelukt. Ik ben ook blij dat ik en de groene kleur en de goudkleur heb kunnen gebruiken. Laat me weten in de reacties wat jullie ervan vinden, aangezien jullie dit hebben uitgekozen. We gaan nou door met het gezicht. Ik besef me eigenlijk dat ik een klein foutje heb gemaakt. Ik heb niet gevraagd welke bronzer. Ik weet niet waarom ik dat ben vergeten. Echt sorry, ik weet dat het echt heel annoying is. Dus ik ga gewoon even Benefit Hoola bronzer op doen. Blush heb ik gelukkig wel aan jullie gevraagd. Dat ben ik niet vergeten. De opties waren de blush van de samenwerking van MAC met Patrick Star. Of een Wet n Wild Color Icon Blush. Dit keer is er gekozen met 52% van de stemmen voor de duurdere blush. Dus de MAC blush in samenwerking met Patrick Star. Ik ben daar wel blij mee, want die blush is echt super mooi. En dat is dus deze. Je hebt twee pakketjes. Je hebt de Miso Chic en de Miso Fleek. Dit is de blush van de Miso Chic. Deze is echt super mooi. Een beetje een peachy nude. Ik heb een hele video gemaakt waarin ik die hele collectie heb getest. Dus klik even hierboven als je die wilt zien. Ik ga even deze mooie blush aanbrengen. En met poeder maak ik het even mooi strak. En ik haal het er gewoon gelijk weer vanaf.
Voor highlighter had ik ook weer twee opties. De Anastasia Beverly Hills Glow Kit of de Balm Mary Lou Highlighter. De Balm heeft gewonnen met 54%. Ik vind die highlighter niet zo mooi, dus ik ben niet zo blij dat die heeft gewonnen. Maar ja, jullie wilden het, dus ga ik die opdoen. En dat is dus deze blush voor de mensen die de Balm niet kennen. De Balm heeft meerdere van de Mary Lou-achtige highlighters en ze hebben allemaal een andere naam. En dit is dus de Mary Lou. En dit is een hele lichte goudachtige kleur. Ik vind deze op zich wel gewoon fijn, maar ik vind de kleur gewoon niet zo mooi bij mij. Hij is zo raar wittig, grijsachtig op mijn huid en dat is gewoon niet mooi. Maar ik denk dat het op een lichtere huid mooier is. Nu komen we dan aan bij lippen. Ik heb zoveel lipproducten dat ik niet echt wist welke ik dan tegen elkaar moest doen. Dus heb ik maar gekozen om te doen mat of een gloss. En met 63% van de stemmen heeft mat gewonnen. Ik hou persoonlijk iets meer van een gloss. En de enige reden is omdat ik vrij droge lippen heb. En matte lipsticks dus altijd vrij droog zijn. Maar aangezien mat heeft gewonnen, gaan we vandaag voor een mat lipstick. Nou, ik heb hier van City Color een liquid mat in de kleur Rust. Dit is een bruine kleur. Lijkt me wel mooi bij de look. Nou, ik vind de kleur heel mooi. Hij moet nog verder opdrogen, dus nu zit er nog een lichte glans overheen. Maar hij is gewoon echt mat. Dan als laatste fixing spray. De twee opties waren Urban Decay All Nighter, de wat duurdere of de wat betaalbaardere. De matte setting spray van NYX. En die heeft gewonnen met 68%. En die is ook echt heel fijn. Ik vind die ook echt een totale dupe voor de All Nighter van Urban Decay. Dus als je niet veel geld wilt besteden, NYX is zeker een aanrader. Die is rond de 8 euro te koop bij Douglas. En je hebt hem dus in twee varianten. Deze is dus de matte en dit is de dewy. Ik vind de matte nog steeds fijner dan de dewy. Nou, dit was dan de make-up look met de make-up die jullie hebben uitgekozen. Voor alle mensen die niet hebben kunnen stemmen en mij wel volgen. Het spijt me, maar op je Insta-verhaal kun je het maar 24 uur laten staan. Dus dat heb ik ook gewoon gedaan. Voor de mensen die graag hadden mee willen doen, maar mij niet volgen op Instagram. Dan moet je mij volgen op Instagram, mensen. Dan kun je vaak meedoen aan dit soort dingen. Dat is altijd wel leuk, want ik laat het altijd op mijn Instagram. Af en toe Snapchat, maar meestal ook op mijn Instagram. Dus volg me vooral daarop. Om gewoon al mijn make-up looks te zien en tutorials die ik niet plaats op YouTube, maar wel op Instagram. Ik vind dat de look heel mooi is geworden. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Laat me ook weten of jullie dit soort video's leuk vinden. Dan heb ik toch meer, iets meer interactie met jullie. Ik vind dat persoonlijk wel leuk. Dus geef me een paar opties van video's waarmee ik dit ook kan doen. Laat me weten hoe ik meer interactie kan krijgen met jullie. Want ik vind dit soort van challenges wel leuk. Dus ja, laat me jullie ideeën weten. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!